Wij zetten alle advocaten op een rijtje en vandaag lopen wij een dagje mee bij een cliënt om ook de andere kant van de wereld van de advocatuur te laten zien. Wij zijn dus een niche kantoor in publiek recht, hetgeen betekent dat wij alle juridische problemen die te maken hebben met de overheid behandelen, voor of tegen de overheid. Ja, dat is toch heel wel wat als je weet dat meer dan 50% van het bruto nationaal product overheidsbeslag is en dat de overheid ook nog eens erg actief is als vergunningverlenende overheid of subsidieverlener of wat dan ook. Maar kom gewoon met ons mee. We gaan u twee dossiers tonen, twee projecten tonen waarin Publius actief is geweest en dan heb je een goed idee van wat wij doen. Tink Urban is een projectontwikkelaar die vastgoedprojecten realiseert en die advies verleent aan familiale partners en investeerders. De realisatie van het project Flasky is een mooi voorbeeld van onze samenwerking. Publius stond in voor de begeleiding van onze vergunning, de opmaak van de contracten en de opvolging van de aanneming. Publius is onze partner bij uitstek. Onze advocaten, Publius, durven een duidelijk standpunt innemen. Zij zijn heel direct, zeggen waar het op staat en geven ons heel bruikbare adviezen. En dit heeft ons steeds geleid tot een succesvol resultaat. Publius is opgericht in 2007. We zijn dus een vrij jong kantoor en dat merk je aan onze bedrijfscultuur en no-nonsense aanpak. Publius advocaten hebben een gedegen kennis met oog voor de maatschappelijke tendensen. Ze zijn onder meer ook geëngageerd aan de universiteit, in redactieraden en in het verenigingsleven.